In het volgende nummer zou ik jullie iets willen vertellen dat eigenlijk alleen voor mijn dagboek is bestemd. Maar op één voorwaarde doe ik het toch. Zeg het aan niemand. Dagboek laat ik jou vertellen, dat ik David heb gezien. Kijk, ik hou de andere kant op, hij ontwijkt me sedertien. Ik zag hij achterom nog, toen door, als wat ik wil. Waarom doet hij dan zo stom toch? Waarom slaat hij op de vlucht? Zeg het aan niemand dat ik verliefd ben. Zou het niet kunnen dat hij me niet zag? Zeg het aan niemand dat ik verdriet heb. Zou hij soms voelen dat ik hem graag mag? Zeg het aan niemand dat ik verliefd heb. Zou het niet kunnen dat hij me lief zag? Zeg het aan niemand. Hoe laat ik jou vertellen, wat ben die me gisteren zei. Ik kan zelf haast niet geloven, maar David is verliefd op mij. Zeg het aan niemand dat ik verliefd ben. Zou het niet kunnen dat hij me niet zag? Zeg het aan niemand dat ik verdriet heb. Zou hij soms voelen dat ik hem graag mag? Zeg het aan niemand dat ik verliefd ben. Zou het niet kunnen dat hij me niet zag? En nu, Bert